Joke Joints. Peter Kemper is hier. En ja, wat is Oostpoel voor jou? Laten we er eerst eens mee beginnen. Wat is Oostpoel voor jou? Ja, begin van het seizoen. Ja. En dat al 22 jaar. Ik kom al 22 jaar in Oostpoel. Ja, ik vind dat die mannen echt een statement gemaakt hebben. Toen het tijd al. Om dit festival uit de grond te stampen. En het aantal mensen wat we hier gezien hebben, dat is ongelooflijk. Echt absoluut de top. Albert Collins, noem ze maar op. Lonnie Brooks. Nou, jullie hebben er zelf ook een tijdje terug gestaan. Ja, dat is inmiddels al een jaar of 6, 7 terug alweer, denk ik. Nou ja, voor Nederlandse band is het natuurlijk ook fantastisch om te spelen hier zo. Ja. Maar goed, als we Duke Joint zeggen, dan zeggen we in ieder geval ook een beetje Kwaadendammen en Zeeland. En ik begrijp in ieder geval dat jij met een collega daar de mede-organisatoren van bent. En dat is volgende week. En nou even terug op jullie te komen. Daar spelen jullie met Eddie, de Chief Clearwater. En een week later ook nog een keer in Amersfoort op het Highlands Blues Festival. Hebben jullie al gerepeteerd met hem? Met hem nog niet. Nee. We hebben gisteren toch wel heel het repertoire doorgenomen. En ja, we zien er echt naar uit, want het is natuurlijk eigenlijk wel een beetje ons pakje aan. Die link wat Eddie Clearwater heeft met rock and roll eigenlijk. Dat ligt ons erg goed, moet ik zeggen. Dus ik verwacht er eigenlijk heel veel van. En we gaan volgende week vrijdag komt hij aan. En dan gaan we 's middags repeteren. En volgens mij komt het helemaal goed. Jullie hebben vaker met blues helden of blues, oude blues knakkers gespeeld. Hoe snel hebben jullie dat onder knie zo met iemand? Hoeveel nummers heb je nodig om elkaar aan te voelen? Nou, hoop je? Ja. Nou, eigenlijk heel snel, want die stijl die ligt ons gewoon erg goed. En ik vond het eigenlijk in no time dat we gewoon heel het spul onder de knie hebben. Ik bedoel, we hebben even, met de Junkers hebben we al heel veel verschillende dingen gedaan. We hebben natuurlijk een cd gemaakt met Willie Foster. Echt pure Mississippi blues. En ook dat ligt ons echt wel aardig. En we hebben met een 18-mans big band gespeeld. En dat vinden we eigenlijk wel leuk om het allemaal te doen. Duke Joints. Wanneer zetten jullie er ooit eens een punt achter? Ik heb zo'n donker vermoeden dat er fysiek iets met jullie moet gebeuren. Wil er een keer een eind aan komen? Ja, dat is absoluut het geval, denk ik. Waarom zouden we stoppen? We hebben nog steeds lol in. Dat gaat gewoon maar door. Prima. Ja. Nou, en dat horen wij graag. Dus laat ik zo zeggen, over 2 weken in Amersfoort en volgende week al in Zeeland. 10 kilometer van Goes, Kwaadendammen Blues Festival. Yeah.